De ASO's van deze week rijden op de A30 bij Scherpenzeel. De twee automobilisten maken elkaar het leven zuur en gunnen elkaar het licht in de ogen niet. De bestuurder van de Opel Corsa kan niet verkroppen dat de Toyota-bestuurder voor haar rijdt en besluit in te halen. Als er eigenlijk geen ruimte meer is, besluit ze toch naar links te gaan. De Toyota-bestuurder lijkt dat niet toe te willen staan en stuurt juist naar rechts. En zo kent deze koppigheid alleen maar verliezers met schade aan beide auto's. We zien op het moment suprême een kleine hapering in het beeld. Dat komt volgens de inzender door de ingebouwde dashcam van Tesla. De filmer heeft zich bij de politie gemeld als getuige en de beelden ter beschikking gesteld. Heeft u ook iets gefilmd met uw dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@telegraaf.nl. En wie weet zien we uw beelden de volgende keer in ASO van de Week. Zo. Oh. Ja. Asociaal, hè.